Goedemorgen, welkom bij alweer een nieuwe wintervlog. Vandaag zijn we 5 januari. Ik ben al een paar uur wakker, maar mijn vlogcamera was volledig plat, dus ik heb deze eerst eventjes opgeladen. Ik zit nog altijd met een paar super irritante buizen. En ik heb al een klein beetje geschreven, maar nu wil ik ook een video gaan opnemen. En ik probeer heel de tijd water te drinken, want dat is nodig. Maar het lukt me niet altijd even goed. En ik raak ook veel te veel afgeleid door social media en zo van die dingen. Net mijn make-up gedaan en nog even sprayen met mijn setting spray. Je kan dat niet anders doen dan fabulous. Ik vind het wel super irritant dat ik een paar zuiverheden heb. Ik wil redelijk veel van me doen, maar niks aan te doen. En nu me even omkleden. Dit is trouwens mijn outfit om op nieuwjaarsbezoek te gaan naar mijn oma. Vandaag kies ik trouwens voor mijn Daisy's parfum van Marc Jacobs. Zo. Deze is echt mijn favoriete parfum. Tijd voor een healthy shoplog. Allee, voor zover ik weet dat deze dingen gezond zijn. Ik kocht 2 van deze. Dit zijn yoghurtjes van Activia. Van Danone. Met aardbei en 0% vet. Een bakje tomaten, waarvan het er al uit zijn ondertussen. Een verpakking kaas. Dit is Jonge Houda kaas van Boni met 18% minder vet, dus light kaas. Een zak wortelen van Everyday. Twee van deze pakken. Spirelli's, de Voltoren van Boni. 1 pak Penne Voltoren van Boni. 2 pakken bruine spaghetti van Boni. 1 pakje mandarijntjes van Everyday. Tijd voor mijn avondmaal. Vandaag eet ik een boterham met tomaatjes, deze boterhammen en kets.
Hallo, het is 20 na 7 en ik ga een klein beetje in mijn bullet journal werken. Een tijdje geleden heb ik deze twee magazines meegedaan uit Genopolis en ik dacht eraan om iets in mijn bullet journal te gaan doen met fotootjes en prentjes eruit, dus we gaan eraan beginnen. Net mijn december spread gemaakt in mijn bullet journal. Ik weet niet of ik er heel tevreden over ben, maar ja, het is wat het is. Nu gaan we kijken hoe we januari kunnen doen. Maar we zijn eigenlijk januari, dus tijd voor een januari spread. En een nieuwjaar spread. Ik heb mijn 2019 spread gemaakt. Mijn goals en mijn startpagina. En nu denk ik voor januari gewoon terug zoiets te gaan doen. Zoals ik in september heb gedaan. Maar niet voor zoiets of meer zoiets. Dit vond ik echt wel leuk eigenlijk. Gewoon meer met, you know, afbeeldingetjes. Maar eerst ga ik de trekkers doen aan het einde van mijn journal. Mijn YouTube tracker, mijn Instagram tracker, mijn Goodreads Challenge tracker.